We zijn er. Hey meiden, leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie er zin in? Zeker. En jij Marit, want jij hebt natuurlijk best wel een goed eindsprint. Nou, op het zand vraag ik me af, maar we gaan het zien. We hebben 2 weken vakantie gehad, dus goed rust gehouden. Dus ik denk een goede supercompensatie om hier hard te komen. Eerste, tweede en derde. Wie gaat er het beste met de krachten om? Het is Marit Dopheide. Zij is haar spieren al even aan het testen hier op het klimduin. Marit Dopheide aan de leiding met een riante voorsprong. Wat is er mogelijk hier later vandaag in de finale? Marit Dopheide, prachtig veld, 6 atletes, 2 finale plekken. Het is Sabrine Velsen met naast haar Eva Hovenkamp en Marit Dopheide komt naar voren. Marit Dopheide, Eva Hovenkamp, dat zijn al de nummers 1 en 2. Wordt er gepraat onderweg, er wordt in ieder geval gekeken, er wordt achterom gekeken. Marit Dopheide en Eva Hovenkamp. Dat zijn de nummers 1 en 2. Rian hier, Marit Dopheide de winst. En dan Eva Hovenkamp. En daarachter het veld onder aanvoering van Sabrine. En dan is het helemaal leuk als je met de fiets ervan doorgaat en een mooie fiets aan overhoudt, zeker. Zit je niet een klein beetje te liegen dat je voor de fun komt? Heb je wel geen voorbereidingen getroffen? Nee, ik heb geen voorbereidingen getroffen. We zijn vrijdag teruggekomen van vakantie. Maar weet je, als je achter zo'n startlijntje staat en je hoort een startschot, dan komt de wedstrijd atleet wel in je naar boven. En dan wil je zo snel mogelijk naar boven. Dus als het eenmaal begint, dan is het niet helemaal meer voor de fun. Hoe heb je je voorbereid hier vandaag? Weet je wat je moet doen? Nou, ik heb een beetje hier in de bossen een rondje gelopen en een paar keer 10 meter omhoog. En toen dacht ik, nou, die 10 meter vind ik al nu voor nu genoeg. En toen gewoon de series gelopen. En ik had eigenlijk achteraf misschien wel iets langzamer kunnen gaan in de series. Want toen ik boven kwam dacht ik, nou, het valt wel mee hoe zwaar. Alleen toen wandelde ik naar beneden en toen dacht ik, oei, toch wel een beetje licht in mijn hoofd. En toen de halve finale heb ik iets meer op reserve kunnen lopen. En de finale, ja, dat was gewoon volle bak, alles eruit. En die extra 15 meter, dat voelde ik ook wel op het eind. Ja, je hebt geleden. Ja. Zeker. Had je een beetje angst voor het duin, dat je hier weer 's ochtends aankwam? Of 's middags, moet ik zeggen? Nou ja, als je hier komt aanrijden, dan is die toch altijd nog wel weer iets steiler dan dat je eigenlijk in gedachten hebt. Maar toen ik eenmaal aan het rennen was, dan kijk ik vooral een paar meter voor me en niet te veel vooruit, want dat is alleen maar schrikbarend. Hoe vaak heb je nu meegedaan? Dit was de eerste keer. Ja, dus ik was nog helemaal onbevangen, kon ik erin gaan. Ja, dus, je kende de duin wel. Ja, ik was hier wel vaker al, mijn opa en oma wonen hier in de buurt. Dus ik kende ik geloof er helemaal niks van dat jij niks voorbereid hebt. Nee, je nou, hebt gewoon bij opa en oma geweest. Nou, we hebben wel een beetje geskielerd op vakantie, dus misschien is dat de geheime truc. Nee, okay. Ik heb echt, echt helemaal niks gedaan. Dus misschien is dat de truc. En volgend jaar titel verdedigen? Ja, zeker. Als het in de agenda past, dan kom ik heel graag terug. Want voor herhaling vatbaar. En rijdt hij lekker, is dan natuurlijk ook belangrijk. Ja, het stukje wat ik heb gereden was heerlijk. Dus Arnhem is nu iets te ver voor op de fiets naar huis. Dus we gaan zo eens kijken of die in de auto past. Kun je hem goed gebruiken? Train je wel eens met fiets? Nou, ik denk dat ik woon zelf in het centrum in Arnhem. En Papendal is 10 kilometer verderop. Dus daar kan ik hem zeker wel af en toe voor gebruiken om op de fiets naar Papendal te gaan. Dat komt goed. Wat ga je nu doen? Ga je nog een beetje uitlopen of ga je gewoon die spierpijn accepteren? Ja, ik denk dat we gewoon lekker het terras op zo gaan en daar uithangen. En dan over 2 weken begint de wintertrainingen. Dus dan is het een mooie start van het nieuwe seizoen dit. Nog even niet iets over de klimduin, maar atletiek. Wat zijn je plannen voor volgend jaar? Nou, ik wil in ieder geval op de 200 in de limiet proberen te benaderen voor het EK. En met de vrouw
vrouwen estafette naar Rio is ook zeker mijn doel. Dus wel mooie dingen om naartoe te leven. Mooi. Nou, rustig aan vanavond, eten en succes. Dankjewel. En vast met je winterse voorbereidingen. Dankjewel.